De stadsregio Parkstad Limburg heeft behoefte aan een nieuwe visie op duurzame mobiliteit. Zuid-Limburg heeft recentelijk al een nieuwe mobiliteitsvisie opgesteld en Parkstad wil hiervan een regionale doorvertaling maken met ruimte, mobiliteit, milieu en duurzaamheid, welzijn, sociaal domein en leefomgeving als belangrijke factoren. Maar er zijn enkele uitdagingen. Zo kent de regio een krimp in het aantal inwoners. Is er veel vergrijzing en ontgroening? Hebben relatief veel mensen een ongezonde levensstijl of ervaren een vorm van eenzaamheid? Ook op mobiliteitsgebied verschilt Parkstad ten opzichte van andere Nederlandse regio's. Er wordt veel gebruik gemaakt van de auto en de openbare ruimte is hierop ingericht. Het gevolg is dat de CO2-uitstoot 4 keer hoger is dan het landelijk gemiddelde. En het aantal elektrische auto's en de aantal openbare laadpalen zijn laag. Fietsen is gezonder. De fiets mag daarom ook meer gebruikt gaan worden. Maar dan moet er wel wat meer gedaan worden aan het fietsnetwerk en de fietsvoorzieningen. Daarnaast wordt het OV weinig gebruikt en is door de lage frequentie en lange reistijden vaak geen alternatief voor de auto. Hoe gaat Parkstad dit aanpakken? Allereerst zetten we in op fietsen en dan vooral op de e-bike. De e-bike biedt namelijk zowel kansen voor woon-werkverkeer als voor recreanten. Daarnaast verruimen we het aanbod van vervoersmiddelen. Zeker als alternatief voor de auto en als aanvulling op het OV, zoals deelauto's en deelfietsen. Door de focus te leggen op het elektrisch vervoer biedt dit ook kansen op plaatsen waar het OV niet toereikend is. Verbeter de leefbaarheid, creëer omgevingen die lopen en fietsen stimuleren en waar mensen het prettig vinden om te verblijven. Maak ruimte voor klimaatadaptatie en duurzaamheid. Zoek naar koppelkansen en sluit aan bij andere ontwikkelingen, zoals locaties waar functies gewijzigd worden. Dit alles rekening houdend met de juiste bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Een logische volgende stap is om deze visie uit te werken in een uitvoeringsagenda. Het is noodzakelijk om te kijken welke verbeteringen op korte termijn al kunnen worden doorgevoerd, waarbij ruimte voor een experimentele aanpak wordt gemaakt. Neem tijdelijke maatregelen, leer daarvan en stuur bij als dat nodig is. Parkstad transformeert.